je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag is het weer tijd voor een pashokje shoplog. Dit keer geen pashokje shoplog challenge, maar een gewone pashokje shoplog. Want ik had zin om gewoon eventjes in winkels te gaan kijken en dingen te gaan passen. En niet echt met het doel dat ik heel veel wilde gaan kopen, maar gewoon even om te kijken wat er nu allemaal in de winkels ligt. En om een beetje inspiratie op te doen. En misschien ook jullie inspiratie te kunnen geven. Dus dat leek me wel leuk. En ik ben dus naar Utrecht geweest en daar ben ik naar een aantal winkels toe geweest. Dus laten we daar maar gewoon naar gaan kijken. Ik ben als eerste in de H&M en het regent buiten, dus mijn haar is lekker nat geregend. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik heb een trui, een soort groen, okergeelachtige trui. Volgens mij zie je de kleur zo niet heel erg goed. En ik heb twee van deze topjes, één een beetje een beige kleur. En een zwarte. Oké, ik heb deze trui aan en ik vind de kleur wel echt super tof. En de stof is ook heel erg fijn, maar ik vind hem toch net iets te kort. Want ja, hij komt gewoon echt een stuk boven mijn broek uit. En op zich is dit al best wel een hoge broek. En als het nou met een hoge broek kort zou zijn, maar met een lage broek dat je dan een stukje ruimte over hebt, dan maakt het me niet zoveel uit. Maar als ik al een hoge broek aan heb en hij komt dan ook nog zo ver, dan vind ik dat dan niet echt. Deze kost €19,99 trouwens. Maar ik ga deze sowieso niet nemen. Nou, dit is de volgende top. En deze is ook een beetje kort. Misschien dat het voor in de zomer wel leuk is. Maar nu, ja, in de winter en in de lente ga ik dit niet zo dragen. Verder vind ik hem best wel heel erg leuk. En hij schijnt ook niet heel erg door of zo. De stof is ook wel heel erg fijn. Want het is 95% katoen. Dus dat is heel erg chill. Maar voor nu zou ik deze denk ik niet halen. Misschien in de zomer. Maar nee, voor nu gaat het er niet worden. En die zwarte is eigenlijk precies hetzelfde. Dus die ga ik nu dan ook niet nemen. Ik ben nu bij de Bershka en ik heb deze top aan. Hij is eigenlijk heel erg basic. De mouwen zijn best wel lang. Ik weet niet of je dat ziet, maar ze zijn best lang. Maar ik vind dit op zich best wel een leuke top. Ondanks dat hij heel basic is, maar ik hou eigenlijk best wel van basic. En hij is hier ook wat hoger, omdat hij een soort kraag heeft, maar ook weer net niet. En ja, hij is een beetje grijs gemeleerd. En hij kost €12,99. En de stof vind ik ook super fijn. Ik weet niet wat het voor stof is, maar het vind ik gewoon heel lekker. Het is 80% viscose en 20% polyamide. Maar in ieder geval, ik vind deze wel heel erg leuk. En hij heeft dus een soort van streepjes en hier zitten die weer naar de zijkant. Dus dat maakt het ook wel iets dynamischer of zo, als je dat zo kan noemen. Ik hoop trouwens dat je me wel kan horen, want het is hier heel lawaaierig. Maar ja, deze vind ik wel leuk. Ik ga dit nu nog eventjes passen. Ik heb dit nu eventjes als outfit aan. En op zich als outfit vind ik het eigenlijk best wel leuk. Alleen deze top vind ik hier niet zo heel erg fijn zitten. En ja, hij tekent heel erg, zeg maar. Dus ik denk niet dat het hem gaat worden. Deze kost €15,99. Maar de broek vind ik wel echt mega leuk. Ik weet niet of dat goed overkomt. Er zit zo'n heel licht streepje in. Het is een beetje een donkergrijze broek met zo'n wit streepje. Ik snap niet eigenlijk waarom die beker daar staat. It's not mine. Maar goed, ja, dit is dus zo'n soort joggingbroek die ze hier hebben bij de Bershka. En hij heeft dus ook geen zakken, maar hij is wel best hoog. En hij is zo lekker stretchy. Ik heb al wel een aantal van dit soort joggingbroeken. Dus hier van de Bershka. En die zitten echt zalig. Dus deze vind ik wel heel leuk. En hij is €12,99. En onder heeft hij zo'n gewafeld randje. Dus ik denk dat ik deze broek wel ga nemen, want hij zit echt super lekker. En het heeft wel iets leuks, die streepjes. En misschien neem ik ook deze. Maar deze witte neem ik sowieso niet. Ik ben er binnen aangekomen bij een ander H&M filiaal. En ik ging hier eigenlijk naartoe omdat ik graag het bijpassende jasje bij mijn geruite pantalon wil hebben. En die hadden ze bij het andere filiaal niet in mijn maat. En hier kan ik hem überhaupt ook niet vinden. Maar ik heb nog wel dit. Ja, hoe noem je dat? Ik weet niet eens hoe dat heet, maar dat is een soort jurkachtig iets wat je dan ergens over kan dragen. En ik wil eigenlijk al best wel lang zo'n ding, maar ze zijn de hele tijd veel te kort. En nu weet ik niet of deze wel lang genoeg is, maar ik ga het gewoon even proberen. Oké, deze is nog veel korter dan alle andere die ik ooit heb gepast.
Dit is hoe het eruit ziet. Je ziet echt, als ik gewoon sta, zie je denk ik al bijna mijn onderbroek. Dus dit gaat hem echt niet worden. Ik dacht misschien dat een grotere maat beter zou zijn, maar ze hebben geen grotere. Nou ja, 42, maar dat is denk ik weer te groot. Dus nee, dit gaat hem echt niet worden, want dat ziet er echt niet uit. Ik ben nu in de pool en weer en het licht is echt heel irritant. Het komt door die hele grote lampen. Maar let niet op mijn haar, want ik ben super erg mot geregend net buiten. Maar ik heb deze trui aan en dit is een trui met twee kleuren. Een beetje lichtblauw en wit. En hij is heel erg oversized. Maar ik zie nu al dat hier allemaal van die haaltjes in komen. Dus ik denk dat als je hem één keer gedragen hebt, dat echt overal haaltjes zitten. En dat vind ik echt zonde. Want hij kost wel 26 euro. Dus nee. Ik vind dit ook niet echt heel erg leuk persoonlijk. Dus deze ga ik weer uittrekken. Ik vind de kleurencombinatie van deze trui echt mega leuk. Ik weet niet of het heel goed overkomt op de camera, maar dit is een beetje bruin beige. Dit is wit, zoals je kunt zien. En dit is een beetje oudroze. Zoals ik al zei, de kleurencombinatie vind ik leuk. Maar het model niet. Zo zou je denken, oh hij is best leuk. Maar je doet het één keer zo en hij blijft ook zo zitten. En ik heb nu een huidkleurig hemdje eronder. Maar ik ga dit niet zonder hemdje zo. Of met hemdje trouwens ook niet. Ga ik dit niet zo dragen. Of je moet een broek tot hier hebben. Maar dat moet wel heel hoog zijn. Dus nee, dit gaat hem niet worden. Nou, ik heb deze jeans aangetrokken. Maar ik krijg hem niet dicht. Ik krijg hem niet eens helemaal tot boven. Dus deze gaat snel weer uit. Het is inmiddels een andere dag. En ik ben nu bij de olie. En ik zag deze. Wow, hij lijkt heel fel op camera. Maar ik zag deze dus bij de olie. En deze lijkt mij langer dan diegene die ik dus gisteren paste. Bij de H&M. Dus ik ga deze even proberen. Oké, deze is wel iets langer. Maar ik weet niet of ik deze nou echt leuk vind. Het voelt alsof ik een serveerster ben of zo. I don't know. Maar nee. Nee, ik vind het hem niet. Misschien komt het door het model. Door dit. En dat hier niks zit. Nee, dit gaat het niet worden. Het is inmiddels alweer een week of meer dan een week later. En ik ben in de olie. Ik dacht, dit is een paar dagen voordat deze video online komt. Dus ik dacht, ik doe dit er ook nog gewoon even bij. Want ik heb super veel dingen die ik ga passen. Ik zag ineens allemaal leuke dingetjes. En het is nu 25% korting op alles. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon even lekker passen. Oké, ik heb de eerste jeans aan. En hij is te groot. Maar de maat kleiner kreeg ik niet aan. Dus ja, dit gaat hem sowieso niet worden. En nu ik hem aan heb, weet ik ook niet of ik de wassing zeg maar echt leuk vind. Deze ga ik niet nemen. Deze kost trouwens €39,99. En ik heb dit t-shirt op aan, maar ik ben hier ook niet echt weg van. Want hij schijnt super erg door. En dat vind ik gewoon niet fijn. Deze kost €9,99 volgens mij, maar die ga ik ook niet nemen. Ik heb nu dit t-shirt aan en dit is volgens mij hetzelfde soort als die vorige die ik aan had. Maar dan met sundae en dan grijs. En deze vind ik wel een stuk beter, want deze schijnt dus niet door. Maar je ziet wel mijn hemdje eronder zitten. Maar ik ben er alsnog niet helemaal weg van, want hij zit hier niet echt mooi, zeg maar. Dus deze ga ik niet nemen. En ik heb hem aan op deze jeans. En dit is een donkergrijze jeans met een zwarte streep hier. En op zich de stof is super fijn. En ik vind hem ook wel mooi. Maar het model is echt heel erg laag. En ja, ik heb dan het gevoel dat hij de hele tijd afzakt. Dus dat gaan we gewoon niet doen. Dus ik ben benieuwd of deze broek past en hoe die zit. En dan ga ik deze tops nog even passen. Ik heb de volgende broek aan en dit is zo'n leather look broek. Maar deze broek zit ook echt niet goed. Hij trekt hier heel erg en hij is gewoon veel te strak. En nou ja, als ik een maat groter heb, dan is hij weer te wijd. Dus ik snap echt niks van de maat hier. Maar ja, die broek ga ik dus niet nemen. En ik heb dan nog deze top aan. En deze leek me wel leuk voor in de zomer. Voor als het weer net zo warm gaat worden als dat het afgelopen zomer was. Dan wil je gewoon alleen maar in hemdjes lopen. Dus ik dacht misschien is deze daar wel leuk voor. En ik vind deze op zich echt best wel leuk.
En ik moet er alleen nog wel een andere BH onderaan, want je ziet nu heel erg hier mijn bandje. Maar als ik gewoon een zwarte er onderaan doe, dan maakt dat op zich niet uit. Ik weet niet of je dat ziet, maar aan de achterkant heeft hij ook van dat kant. Ja, deze vind ik wel leuk en deze zit ook wel lekker. Maar ik heb die ook nog in het wit en ik heb de witte ook nog in eentje met ander soort bandjes. Dus die ga ik ook nog even passen. Okay, ik heb nu de witte aan en het valt me echt nog heel erg mee hoeveel die doorschijnt. Maar ik zie nu bij deze eigenlijk pas veel beter de achterkant. En je ziet dus wel echt heel erg mijn BH dus zitten. En ik zag dat minder net bij de zwarte. Maar als dat daar hetzelfde eruit ziet, dan weet ik eigenlijk niet of ik dat wel mooi vind. Dus dan denk ik dat ik die toch niet neem. En deze dan ook niet. Dus ik ben nog benieuwd naar die eigenlijk. Nou, het laatste item hier. En deze zit qua achterkant wel echt beter. Maar ik vind dit dan weer te veel kant. Dus dit is hem ook niet. Dus niks van dit alles gaat mee naar huis. Alles blijft hier, want niks zat goed. Oké, ik ben nu in de Mango en ik heb deze best wel hele basic top aan. En ik weet niet of ik hem leuk genoeg vind of zo. Hij is gewoon echt heel simpel. En ja, ik ben er niet helemaal weg van. Hij kost €19,99 trouwens, maar ik denk niet dat ik hem ga nemen. En ik ga het vandaag nog één keer proberen. Ik ga namelijk weer zo'n, hoe noem je dat, overgooier of tuniek of zo passen met deze. En ik ben benieuwd of deze wel past, want ik heb er al zoveel gepast en er is er gewoon tot nu toe nog geen één die goed zat. Dus we gaan het zien. Nou, ik ben weer teleurgesteld in dit. Ik vind deze ook niet leuk. Ik vind het gewoon, nee. Ik vind het te kort. Ik vind dit te veel A-lijn. Misschien ben ik een zeikert, maar ja, ik vind het gewoon, nee, ik vind hem gewoon niet leuk. En misschien dat het door mijn lengte komt of zo, dat het altijd te kort is. Maar je ziet echt gewoon bijna mijn onderbroek en dat is echt niet comfortabel. En deze top staat hieronder wel heel leuk, vind ik. Maar ja, daar ben ik ook niet zo weg van. Dus deze worden het allebei ook niet. Ik ben nu bij Vero Moda en ik heb deze top aan. En deze is echt super lekker zacht. En ik dacht, deze is lekker lang. Want ik heb dus laatst een soort leather legging-achtig iets gekocht. Dus zo'n nep leren legging. Maar daar moet je wel iets op aan wat iets langer is. Anders heb je best wel een camel toe, zeg maar. Dus ik dacht, deze kan daar misschien wel op. Omdat deze wat langer is. Maar ik zie dus net dat hier zo een gat zit. En het is de enige. Dus dit gaat het niet worden. Deze ga ik niet kopen, want ik ga geen dingen kopen die gelijk ook kapot zijn. Ik ben nu inmiddels aangekomen bij de New Yorker en ik heb deze top aan. En hij is super zacht. En ik weet niet of je dat ziet op camera. Hij wil ook niet scherp zetten. Maar ik dacht, dit is wel zo'n lekkere top om gewoon 's avonds op de bank aan te hebben. Ik hoop dat je me trouwens kan horen met de muziek. Maar ik vind hem toch een beetje aan de korte kant. En anders zou ik gewoon een maat groter pakken of zo. Of twee maten groter, zodat hij oversized is. Maar dat hebben ze niet meer. Dus ik denk dat ik deze ga laten hangen. Nou, ik heb nu deze een beetje, hoe noem je dit? Lila top. Maar die cool vind ik vreselijk. Hij is echt veel te strak en ik heb echt het gevoel dat ik dat ga stikken. Dus deze ga ik heel snel weer uittrekken. Ik heb nu deze top aan en deze is best wel basic, maar ja, ik vind deze niet lekker zitten. Ik had deze ook nog in het zwart, maar aangezien deze al niet lekker zit, denk ik dat die ook niet lekker zit. Dus dan ga ik die ook niet passen. Deze broek heb ik echt al heel lang geleden een keertje gepast. Hier zit dus nog een soort papiertje op, maar dit is een soort rifluwelen broek. Dit is dus mom jeans en ik vond deze toen echt al super leuk, maar hij is nu dus in de zilver €4,99. Dus dat is super goedkoop. Alleen het enige nadeel, want hij zit verder echt prima, maar hij staat aan de achterkant
best wel wijd open. Dus ik denk dat ik nog even een maatje kleiner ga proberen. Of die misschien beter zit. Maar anders, als ik er iets in heb, dan zie je dat op zich niet. Nou, dan was dit het alweer voor deze pashokjeshoplog. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Als het zo is, doe dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet vooral niet te abonneren als je meer video's van mij wilt zien. En hopelijk zie ik je dan weer in mijn volgende video. Doei!